Goedendag, mijn naam is Christian Karelsberg. Welkom op de Viesman Academy. Vandaag gaan wij het hebben over de toepassingsvoorbeelden Vitovaler. Waar kan u deze toepassingsvoorbeelden terugvinden? U gaat gewoon naar VBooks. Wat belangrijk is bij VBooks is dat u ingelogd bent met uw klantnummer en uw klantcode. Ons advies is ook om uw werknemers in te loggen in VBooks. U selecteert de juiste catalogus, bijvoorbeeld België-Nederlands, en u tikt gewoon in de zoekbalk toepassingsvoorbeelden in. U duwt op enter en u gaat dan de toepassingsvoorbeelden vinden van de Vitovaler, Vitokal en de Vitodens. U kan hier bij product gaan selecteren, ik wil deze van de Vitovaler PT2 en dan ziet u hier de eerste versie die we gepubliceerd hebben 1 november 2018. Bij acties kan u heel gemakkelijk deze downloaden, kan u deze ook als e-mail gaan verzenden. Wanneer u de toepassingsvoorbeelden opent, dan hebt u uw eerste pagina. Op de eerste pagina staat de versie, de auteur en staat een foto van de Vitovaler zelf. Wat is nieuw, en met nieuw bedoel ik is nog niet gezien bij Vitodens en Vitokal, is dat ik nu besloten heb om te werken met snelindexen. Om het digitaal gebruik van deze toepassingsvoorbeelden te vereenvoudigen. Hoe gaat u te werk? U klikt gewoon op het icoon van de Vitovaler. Dan komt u bij het snelindex en bij die snelindex kan u het eerste zien dimensionering van een installatie. Dan kan u zien wat is nu eigenlijk een Vitovaler, wat zijn de aandachtspunten van een Vitovaler, hoe werkt de nieuwe regeling, de uitbreidingen, de installatieschema's, hoe dat u de Vitovaler de mantel en zo moet demonteren, hoe dat u de regeling in bedrijf moet nemen, onderhoud aan de Vitodens, onderhoud aan de brandstofcel, online hulp en overige hulpmiddelen en tools. Bijvoorbeeld, wat is nu eigenlijk de Vitovaler? U klikt op het tweede icoontje en u ziet automatisch het sanitair verwarming, sanitair prestatiestabel die u ook hebt gezien in de vorige presentatie. De elektrische productie staat hierin uitgelegd en ook de hydraulische aandachtspunten. De hydraulische aandachtspunten van de Vitovaler zijn uiteraard belangrijk. Dat kan u terugvinden in hoofdstuk 1.2, dat de retour bijvoorbeeld niet meer dan 50 graden mag zijn. Om terug te gaan naar de snelindex, kan u gewoon op eenders welke pagina onderaan op snelindex klikken en kan u iets anders gaan selecteren. Laat ons bijvoorbeeld spreken over de toepassingsvoorbeelden zelf. U klikt gewoon op het schema en u gaat gewoon op het schema klikken dat voor u van toepassing is. U hebt een Vitovaler met één kring, u hebt een Vitovaler met één kring vloerverruiming rechtstreeks aangesloten, u hebt een Vitovaler met één kring maar met een evigsfles, het zij een directe kring, het zij een kring met een menger, of u hebt een Vitovaler met twee of meerdere kringen. Laten we beginnen bij een Vitovaler met één kring. U klikt gewoon op het symbool en u gaat automatisch naar het hydraulisch schema. Daar ziet u de afstandsbediening afgebeeld, Vicair inclusief de regeling. U ziet ook een hydraulisch schema waar uw externe expansiewat moet staan, de buitenvoerder, de noodzakelijke materialen. En hier staat iets heel belangrijk, hoofdstuk 2.6.2, de grenswaarde voor het gebruik van een evigsfles. Als u daarop klikt, dan ga ik u vertellen waarom de Vitovaler sneller een evigsfles nodig heeft dan een klassieke Vitodens. We klikken terug op snelindex. Terug op het schema, we gaan naar het eerste schema terug. En wat zien we hier als we verder scrollen? De elektrische aansluitingen. Het is een nieuwe regeling. U gaat veel componenten tegenkomen die u al kent. Wat is nieuw? LON wordt vervangen door CANbus, dat zijn de gele stekkers. En de KNbus, de 145, wordt vervangen door de 74 en dat is dan de PLUSbus. Opgelet, KNbus uitbreidingen zijn niet compatibel met PLUSbus uitbreidingen. Voor de rest is de stekker 40A vervangen door een stekker 156, zoals bij de grootketelregelingen, en hebben we ook gewoon een stekker 96 en een pompstekker ingebouwd. Voor de opstart van deze schema kan u dan gaan naar hoofdstuk 8. Indien we een meer complexer schema gaan gebruiken, dan duw ik op snelindex, ik ga naar mijn schema's, ik pak bijvoorbeeld het schema met de drie kringen, en dan zie ik hier het hydraulische schema, mijn evigsfles, de noodzakelijke materialen, waar ook het thermostatisch mengventiel voor het sanitair en het expansiebad in vermeld zijn. En dan hebben we hier ook de elektrische aansluiting. Bekabelingsschema van de PLUSbus uitbreidingen is
analoog met onze Vitatonic-regeling, maar dan hebben we dus ook een samenvatting gemaakt. En dat kan u terugvinden in hoofdstuk 4.4.2. Als u daarop klikt, dan ziet u hier een overzicht hoe dat de uitbreidingen aan elkaar kunnen verbonden worden. Dus ik kom met stekker 40 toe met de hoofdvoeding. Van stekker 146 ga ik naar de 40 van de eerste menguitbreiding, de 40 naar de tweede menguitbreiding enzovoort. En ik kan, zoals bij de klassieke KM-bus, de plusbus gaan parallel doorlussen. Hier werken we momenteel met de menguitbreiding en dan kan ik dus gaan klikken naar hoofdstuk 5 en dan zien we hier de menguitbreiding, de elektrische aansluitingen van de menguitbreiding, de voelers die ik moet aansluiten. Bijvoorbeeld voeler 2 is dat de paarsensor van mijn menger en voeler 9 is de evenwichtsflesvoeler. Deze wordt niet meer op de ketel aangesloten, maar deze wordt altijd op de eerste uitbreiding aangesloten. In dit geval, als ik twee kringen heb, twee mengkringen bedoel ik, dan heb ik een M2 en een M3 uitbreiding en dan zal ik dus de evenwichtsflesvoeler gaan aansluiten op de M2 uitbreiding. Configuratie, de schakelaar, er zit een draaischakelaar ingebouwd zoals bij onze KM-bus menguitbreiding en voor de verwarmingskring M2 moet deze op 1 staan, dat is de fabrieksinstelling, heb ik een M3, dus een tweede menger, moet deze op 2 staan en enkel bij de vitodense kan ik 4 kringen in totaal hebben, dus 3 mengers, dan moet ik deze op 3 zetten. Bij de vitofaalder is dit niet mogelijk. Als we teruggaan naar de snelindex, dan heb ik ook een kachel gemaakt enkel de uitbreidingen. Als u daarop klikt, dan ziet u een overzicht van alle uitbreidingen en ziet u ook de toepassing. Deze kadertje kan u helpen om meer te zien wanneer heb ik een uitbreiding nodig. Wat ook nog interessant kan zijn, is onderhoud aan de gasketel, indien u beslist om dat zelf te doen. Dan staat hier de procedure uitgelegd om de brandstofcel uit te schakelen 1,5 uur op voorraad, door u of door uw klant, alvorens u onderhoud kan doen aan de vitolens. Dat vinden we nog terug. Service en onderhoud aan de brandstofcel. Daar staat ook de procedure uitgelegd hoe u de brandstofcel zelf kan ontstoren en eventueel in samenspraak met ons, hoe dat u de SD-kaart is ingebouwd, kan demonteren en de gegevens aan ons kan bezorgen. Hoofdstuk 11, dat is online help, hebben wij ook zoveel mogelijk nuttige links geplaatst voor u, die u kan gebruiken op uw computer om bepaalde hulpmiddelen en tools online dicht bij de hand te hebben. Zoals de wisselstukken-app, VBooks, VitoGuide, het OBS-systeem, labeltool voor de ERP. Voor de rest hebben we nog andere nuttige links erin gezet. Wat is ook nieuw? Het laatste hoofdstuk, dat zijn zowat de bijlagen. Daar zien we de compatibiliteit, dat komt nog. De master reset komt ook nog. Dan hebben we opnieuw de sensoren erin gezet, zoals bij de Vitolens. En dan hebben we ook het hoofdstuk ventilatie en verluchting van de stookplaats uitgebreid met dank aan Sedico. Hier ziet u de ventilatie van Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De samenvatting voor de normen, dus de 002 normering en de 001 normering minder of meer dan 70 kW. Dan hebben we daar de definitie van een type B toestel en van een type C toestel. Zeer interessante lectuur kan u bekomen via Serga, dat zijn de samenvatting van de normen 002, 003, 006 en het boekje renovatie van schoorstenen. Doorstroomroosters worden besproken. Plaatsing van een type B toestel sinds 1 september 2015. De verdunningsfactor en de recirculatiefactor. De volledige normen staan er niet in vermeld, maar deze kan toch een hulpmiddel zijn om de vitrovaler, maar ook onze andere toestellen, zo correct mogelijk te plaatsen bij uw klant. Ik hoop dat ik u kan motiveren om deze toepassingsvoorbeelden zeer intensief te gebruiken en aarzel ook niet als u vindt dat er iets mankeert in deze handleiding of als u een fout gevonden hebt om deze te melden aan uw vertegenwoordiger. Wat belangrijk is voor mij, is dat u een snapshot neemt van de pagina en dat op de snapshot deze versienummer die ik nu aanduid, van boven, 2018/11V1, dat die mee vermeld staat. Anders kan ik moeilijk terugvinden over welke versie u spreekt.
Mijn naam is Christian Karelsberg en ik wil u bedanken en ik hoop dat ik u heb gemotiveerd om onze toepassingsvoorbeelden te gebruiken. Hartelijk dank.